Dames en heren, van harte welkom. Speciaal Wim Hazeu en Jan Barends. Jan Barends verantwoordelijk voor cultuur binnen de gemeente als portefeuillehouder. En de heer Hazeu als verantwoordelijke, zal ik maar zeggen, met de Bob voor het indienen van een motie. Waarin verzocht werd om nog eens kritisch te kijken naar onze kunstvoorraad. De kunstwerken die wij in ons bezit hebben. En daar ook met gepaste trotsen en gepaste voorzichtigheid mee om te gaan. Dat is even mijn vrije vertaling van de motie zoals die voorlag. Dat hebben we opgepakt. Overigens met liefde. En wij zijn op zoek gegaan. Er was een inventarisatie van de kunst die wij hadden. En wij hebben gekeken, met name wethouder Barend, met ondersteuning ook van de heer Hazeu. Van nou ja, welke stukken zullen we nou als eerste aanpakken. Nou, en eigenlijk het topstuk wat we in onze collectie hebben, hebben we als eerste tevoorschijn getoverd. Dat stond beneden in de kelder, overigens in een keurige doos en in een keurige klimatologische omstandigheden. Laat ik dat... precies. Als je in de kelder zit, denk je van dompig en zeker niet. Dus het voldeed aan alle criteria die je mag verwachten. Gelukkig. Het schilderij hangt hier. We gaan het zo onthullen. Maar het is denk ik aardig dat daar vooraf nog wat interessants over gemeld kan worden. We staan hier dankzij twee wethouders. Wethouder van de Kerk heeft ervoor gezorgd dat er van het kunstbezit hier in de gemeente Baarn een prachtige inventarisatie is gemaakt. Heel professioneel. En de tweede wethouder is meneer Barends, omdat hij een goed gehoor heeft bij oproepen in de richting van kunst. Barend heeft tot voor kort alle mooie dingen verborgen gehouden. Dat zou je een vorm van bescheidenheid kunnen noemen, maar ik zie dat meer als vergeetachtigheid. En nu gaan we deze prachtige schatten uit die zeer goed gegoedeerde kelder naar boven halen. Of schatten die al hangen, beter hangen. Er zijn in het bezit van onze gemeente twee dure prenten van Escher. En die gaan prachtig opgehangen worden in de bruiloftszaal, de trouwzaal. Goed, dit schilderij van Troost is geschonken door de dochter van burgemeester Laan. En de gemeente mag er niks anders mee doen dan het goed bewaren, niet verkopen en mooi ophangen. En toen de wethouder en ik erover spraken, zeiden we, ja, dit schilderij moet komen te hangen bij de burgemeester. Het pronkstuk inderdaad van de collectie. En daar staat een meisje op, zult u dat dadelijk zien. Een meisje van 4 jaar. En wat ik ervan heb kunnen opzoeken, is dat waarschijnlijk de oma van burgemeester Laan. Het is dus een schilderij uit de familie Laan. En daarom hoort het ook helemaal bij Baarn. Meestal zijn portretten uit die tijd, 18e eeuw, niet om aan te zien met al die pruiken. Maar dit is wonderbaarlijk mooi. Ik wil niet zeggen dat het de Mona Lisa evenaart. Maar toch... Het komt in de buurt. Ja. Wethouder. Ja. Ja, wat mij betreft kan die onthuld worden, maar ik wil nog één ding zeggen. Het schilderij is uit 1726. Het meisje wat erop staat is Suzanne. En in de toekomst, vanaf morgen, zal de burgemeester zich vaak met Suzanne terugtrekken. Zullen wij dit eraf halen? Ja, ik vind dat het aan jullie twee is. Ik mag elke dag weer genieten van Suzanne. Ja, maar bij het Escher-monument heb je dat zo goed gedaan. Ja, zullen we dat dan toch maar... Nou, dan doen we het met z'n drieën. Heel zacht waarschijnlijk. Ja, maar ik denk dat het natuurlijk gaat. Gaat vanzelf. Ja, kijk. Hè. Helemaal goed. Suzanne. Met hond. Hij woont toch om de hoek. Hij woont